Een hele goede morgen en welkom bij mijn nieuwe video. Vandaag is het dinsdag. Ik heb zojuist mijn vorige video afgesloten. En ik ben net aangekomen in Apeldoorn, want ik heb een afspraak bij deze lieve schat daarachter voor mijn nagels. En een paar dagen geleden had ik een afspraak, maar toen was ik mijn afspraak vergeten. Sorry! Sorry! En gelukkig kon ik vandaag terecht, want ik heb vandaag ook een hele leuke dag. Ja. Nee, ik was het echt vergeten. Ik snap echt niet hoe dat kan. Maar goed, mijn nagels zien er nu zo uit. En ik ben wel echt verliefd op deze blauwe kleur. Ik hou gewoon van blauw. Op dit moment is blauw echt mijn lievelingskleur. Kijk, blauw, blauw, blauw. Zelfs die bonuskaart blauw, grapje. En ik heb gewoon deze haarknip van Mika in mijn haar. Jongens, ik wil jullie even wat laten zien. Zien jullie dit gebouw hier? Dat was dus een AZC waar ik in heb gewoond. Daar achterkant, helemaal 3 hoog, daar heb ik dus in een kamer gewoond. Ongeveer 3 jaar lang. Maar ik heb naast deze AZC, dus wat jullie net zagen, heb ik ook nog in andere AZC's gewoond. Maar het is al lang geen AZC meer. Dus het ziet eruit als een kasteel. Maar vroeger was het echt van binnen niet te doen. Maar volgens mij is het helemaal gerenoveerd en zo aan de binnenkant. En volgens mij is het nu een soort van een bedrijf. Ik weet niet wat voor bedrijf erin zit. Maar ja, dat was dus een van de AZC's waar ik heb gewoond. En het is zo raar iedereen, want ik rijd daar heel vaak langs. En het is zo raar om iedere keer daar langs te rijden. Maar ja, ik weet niet. Het voelt gewoon apart. Echt, het voelt echt apart om het te zien. Ja, zo raar. Zoveel herinneringen daar. Niet normaal. Niet te doen. Echt zoveel goede herinneringen. Maar ook zoveel slechte herinneringen. Maar elke keer als ik daar langs rijd, denk ik echt wauw. Heb ik daar echt gewoon op één kamer gewoond. 3,5 jaar lang. Super kleine kamer. 1 kamer. Dat was woonkamer, keuken, slaapkamer. Alles in één samen met mijn moeder. Maar goed, wat ik nog wilde laten zien zijn mijn nageltjes. Mijn nagels zijn gefixt. Ik laat het jullie zo meteen wel even duidelijk zien. Maar het is echt zo'n Mali kleur, vind ik. Zo'n kleur voor mij. Geen blauw vandaag, jongens. Nou, we zijn even bij de wasstraat beland, jongens. Ik ga helemaal stuk. Woehoe! Tegenover het stadion van Moes. Nog in je training? Yes? Ja. Toppie. We zijn in Zwolle beland, jongens. Zin in? Ja. Om wat we nu gaan doen? Jawel. Ja? Nou jongens, we hebben de hele ochtend gedraaid. We hebben op Moes gewacht. En we zijn nu nog aan het draaien. Ik ben even in de auto gaan zitten omdat ik het echt, echt, echt warm heb buiten. Vandaag is het zo warm. Warmste dag van het jaar tot nu toe. 21 graden zou het worden. En ik zie heel veel mensen in t-shirt lopen. Dus ik ben benieuwd. Ben benieuwd. Goed gespeeld hoor, Moestie. Goeie, goeie, goeie. Pablo Escobar. Even kijken. Ja, gewoon rechtdoor. Zo, het is echt lang geleden voor mij. Deze stad ben geweest. Het is al bijna avond, zomer tijd is ingegaan. Je merkt echt direct het verschil, vooral met zo'n lekker weer als vandaag. Het is gewoon niet te doen. In de zin van, het is gewoon zo lekker. Alleen voor mij is het wel een beetje too much zon. Ik hou niet zo heel erg van de zon. Ja, je lacht hè. You're laughing. Hij lacht mij uit. Moest hij lacht mij uit. Is toch lekker? It's okay. Wat wil ik? Welke dag is vandaag eigenlijk? Vandaag is dinsdag. Die is lijkt op deze kleur. Ja, ik wil net als Zane broek. Want Zane zegt dat mijn broek kapot is. En daar heeft hij wel een beetje gelijk in. Hij is net als Zane broek. Mijn shirt? Ja, mijn shirt is wit. En de broek van Zane is een beetje gebroken wit. Beetje crème-achtig. Beetje crème-kleur. Oké, is wit, sorry. En jij, Aida, welke kleur heb jij? Donkerblauw. Oh ja.
Was het leuk bij Daddy en papa nu? Ja. Ja, jullie hebben lekker ijsje gegeten. Nu gaan we lekker naar huis. Mama en papa hebben de hele dag een draaidag gehad. In het groene. In mijn veters. Hey. Ja, jouw veters zijn zwart, ja. Mijn shirt is ook donkerblauw, kijk. Mijn shirt is nee, de letters erop zijn donkerblauw, maar je shirt is niet donkerblauw. Een hele goede middag. Vandaag is het woensdag, ik ben één dag verder. Vergeleken met gisteren. Wat ik wilde zeggen, is dus dat ik net naar de Action ben geweest. Morgen gaat Arda tracteren in de klas. En overmorgen, dus 2 april, Goede Vrijdag, is hij vrij. Maar dan is hij ook jarig. Volgens mij heb ik dat al 100 keer gezegd. Maar zijn vriendjes en vriendinnetjes komen bij ons thuis. Super gezellig. En ik ben naar de Action geweest. Ik heb best wel veel dingen gehaald die ik moest halen. Oh my god, ik blijf het gewoon zeggen. Action is zo fijn en zo goedkoop. Ook gewoon als je keukendoekjes en dat soort dingen moet halen. Ik word er helemaal vrolijk van. En vandaag heb ik weer hele mooie whiskyglazen gekocht. En ze waren 3 voor 1,79, 1,80 euro afgerond. Dat is, of 1,70 euro zelfs. Dat is gewoon echt geen geld voor 3 hele mooie whiskyglazen. Maar ik heb er 12 gekocht. Dus 4 pakken. En die ga ik gebruiken voor mijn zaak straks. Ik heb er al een whiskyglazen voor die ik bij de Lidl had gekocht. Ik laat jullie even gelijk zien wat ik aan heb. Ik heb een haarband van Fendi op mijn hoofd. Waar ik mega gek op ben. Ik heb een oversized blazer aan van de Zara. Eigenlijk zien jullie mijn outfit niet zo goed. Ik heb een legging aan van de Zara en ik heb deze Yeezys aan. Ik moet nu naar Apeldoorn. Ik rij nu naar Apeldoorn want ik moet een steiger huren. Dat hebben we eerder ook al bij hun gedaan. Super fijn, want ze komen aanstaande vrijdag. Dus overmorgen komen ze mijn airco afmaken. Dat doet by the way mijn neefje Hamzat. Hij heeft een airco bedrijf in België. Dus hij gaat helemaal vanuit België komen. Super lief van hem. Hij heeft al 2 airco's geplaatst. Maar het moet nog afgewerkt worden. Volgens mij bij die draden. Weet ik veel. Ik ben helemaal niet goed in. En ze komen ook mijn systeem plafond afmaken. Zeg maar die mensen die... die aannemers, zeg maar, die komen de rest puntjes op de i zetten, wat ze nog moeten doen. En dus mijn systeemplafond wordt helemaal afgemaakt. Ik ben er zo blij mee. En daarna is het gewoon een kwestie van verven en meubels plaatsen. En ik heb, by the way, een hele mooie tafel. Een zwarte visgraattafel met een hele mooie poot eronder. Die ga ik ophalen bij Rena wonen of ik laat het ze bezorgen. Rena wonen zit gevestigd in Deventer. Dus mocht je op zoek zijn naar een hele mooie bed, tafels, banken of whatever, zoek dan ook op Instagram Rena Wonen Deventer. Ik post wel hun Instagram onder deze video en ze hebben echt hele mooie spullen. Oh my god, jongens, deze auto zuipt zoveel. Dit is toch niet normaal? Even serieus, dit is gewoon niet oké, niet oké. Jongens, ik kom net thuis. Ik heb een pakketje van Sinos ontvangen. We hebben hier allemaal dingetjes. Ik heb mijn schoonzusje opgehaald. Jongens, alles oké? Okay? Gaan we naar papa, nee? Want ze is jarig. Yay! Ja, kijk. Hala en mama gaan even dit inpakken. Want wij hebben dit erbij gedaan voor mijn schoonmoeder als cadeau. Dankjewel. Allemaal nieuwe wasmiddel. Wasverzachter en zo. Hier gaan we een leuke pakket van maken. En wat we ook nog voor haar hebben zijn hele leuke kledingstukken bij de Zara. Die hadden, weet wanneer hadden we die gehaald? Maandag. Eergisteren. Ja, eergisteren zijn we naar de Zara geweest in Zwolle. Plus, ik heb even deze kinderkleding. Ik had voor Arda een beetje ook nog extra geshopt bij de Zara. Want hij komt echt spijkerbroeken tekort. Dit is allemaal van de Sligro. Want ik ben net ook naar de Sligro geweest. Dit is allemaal voor de verjaardag van Arda. Ik wil dit gaan vullen voor de kinderen. En ik heb dit nog extra gehaald voor op de zaak. En ik heb nog dit soort vorkjes gehaald. Dit is van plastic. Kijk hoe leuk. Kunnen we gelijk weggooien. Hebben we al die afwas en zo niet. Dat is veel makkelijker. Plus ik heb mijn inkt opgehaald.
printpapier. Wat wilde ik jullie nog laten zien? Oh ja, ik ben ook naar de Action geweest. Mega veel dingen gehaald. En mega pak van de Capri Sun, ook van de Sligro. Oké, we gaan inpakken. Daarna gaan we. We gaan hier even. Ja, je mag in het midden, Arda. Arda, kom je naar achteren, Arda? Arda, naar achteren. Lukt dat, Betu? Ja. Zijn, gaan we naar papa, hè? Ja. Hebben jullie er zin in? Ja. Neem je een biertje mee? Ja. 5 personen in de auto. Waarom? Waarom? Dan kan toch niet. Jongens, wij zijn lekker thuis. Ik wilde jullie even wat laten zien. Zoals jullie weten is Arda overmorgen jarig. Vrijdag 2 april. En ik had dit besteld bij Yummylicious. Thomas Train chips met nummer, ja, cijfer 5 erop, zeg maar. En zoeken gevulde hoorntjes. Hierin zitten Smarties, kindersurprise. Superleuk, staat hyper de Pipura Arda op. Nou, dit zou hij eigenlijk trakteren in de klas. Maar Moes en ik hebben even de planning veranderd. We hebben net, tenminste ik heb vandaag deze tasjes of zakjes gekocht bij de Action. En we hebben dit dus gevuld met zo'n hoorntje. En we hebben daar andere chips in gedaan. Kijk, deze chips hebben we erin gedaan, zulke chipszakjes. Dus dit gaat Arda morgen uitdelen, want overmorgen is hij vrij op zijn verjaardag. Dan zijn er volgens mij alle scholen... Zijn dan alle scholen dicht? Goede vrijdag. Oh ja, klopt. Maar ja, dan gaan wij dus hier thuis zijn verjaardag vieren. En dan gaan we dit op tafel zetten. Dat is wel leuker, toch? Of zou ik dit meegeven? Nee, we gaan niet meer veranderen. We hebben 100 keer hebben we even onze planning veranderd. Een hele goede morgen. Hallo? Babe, hoe laat ben je bij de Bijenkorf? Volgens mij heb ik om 3 uur een afspraak. Tamam, hoe laat wil je naar gelijk. Ik ga gelijk naar hem toe om 3 uur. 3 uur, tamam. Ja. Zeg ik het tegen hem. Tamam. Oké, is goed. Oké, doei doei. Doei. Ik ben nu onderweg naar Amsterdam. Ik ben eigenlijk vandaag de hele dag in Amsterdam. En als eerste wat ik ga doen is, gisteren had een visagist mij een bericht gestuurd dat ze met spoed een krultang voor vandaag nodig heeft, omdat haar krultang kapot is gegaan last minute. En of ik haar uit nood kon helpen, want ze wilde gisteren naar me toe rijden. Toen zei ik, ik ben morgenochtend toevallig in Amsterdam, dus ik kan het ook naar je toe brengen. Of we kunnen ergens afspreken waar ik zelf een afspraak heb, want ik heb zo'n belangrijke afspraak in Amsterdam als eerst. Dus, of een meeting, zeg maar. Dus ja, zo gezegd, zo gedaan. Ik ken haar voor de rest niet, maar als ik iets goeds voor een ander kan doen, daar word ik altijd heel vrolijk van. Dus zij komt zo meteen naar me toe rijden in Amsterdam en dan geef ik mijn krultang aan haar. En ik hoop dat ze er heel veel bruidjes en haar klanten blij mee kan maken. Dat is als eerste wat ik ga doen. En daarna meet ik Steve. Gaan wij even de stad in Amsterdam, want ik heb afspraak gemaakt bij de Bijenkorf. Want onze... Nee, dat kan ik nog niet zeggen. Dat zeg ik wel in mijn volgende video. In ieder geval, ik moet wat ophalen in Amsterdam. Ik moet voor Koutaar schoenen ophalen bij Dior die ze heeft besteld. En daarnaast moet ik nog een paar andere dingen ophalen. En vandaag is Arda lekker gaan trakteren in de klas. Hij was zo zenuwachtig vanochtend. En morgen is hij jarig, dus morgen hebben we een hele grote dag. En ik ga vandaag ook kijken of ik nog leuke dingetjes kan vinden bij de Bijenkorf voor zijn verjaardag. En wij hebben gisteren zijn we naar de Mediamarkt gegaan en hebben we voor hem... zoiets Nintendo DS of zo. Ik weet niet eens meer hoe dit ding heet. We hebben voor hem iets gehaald wat hij heel lang wilde. En ja, ik heb echt zin in zijn verjaardag morgen. Echt heel veel zin in. Ze komen vanuit House of Crafts komen ze bij ons thuis versieren. En het thema wordt voetbal. En de taart hebben we natuurlijk van Sweet Cakes NL. Ze maken altijd zulke mooie verjaardagstaarten voor ons. Bijvoorbeeld afgelopen verjaardag van Zeen hadden we ook taart van hun. Jongens, ik heb net Maltesers laten vallen, maar er is hier helemaal nergens een prullenbak. Vreselijk. We zijn aangekomen bij de Bijenkorf, maar we zijn veel te vroeg, dus we gaan naar buiten. Oh, wat moet ik hiermee? Drama, drama, drama. Waarom gaan we dit voeten? Oh my god.
Tada. Nou, we zijn even bij de kinderafdeling. Ze hebben hele leuke sneakers in de aanbieding. Hè, Stevie? Lekker geshopt. Oh my god, jongens, ik ga helemaal stuk. Wij zijn geslaagd bij de Bijenkorf. We waren onze afspraak bij de Zara vergeten. Dus ik heb ook niks terug kunnen brengen. Doordat wij zo druk waren bij de Bijenkorf, zijn we een paar dingen vergeten. Echt super lekkere geur kunnen halen, parfum kunnen halen voor de rest. Geslaagd met alles. Ik heb echt een hele mooie concealer gehaald, denk ik. Ik ben tot nu toe echt nooit geslaagd met een concealer. Ik heb gewoon heel veel concealers. En als iemand zegt deze concealer is echt goed, dan haal ik die ook gelijk. Maar ik heb tot nu toe echt niet een concealer gevonden waarvan ik denk, oké, dit is hem. En ik denk dat veel van jullie die nu zitten te kijken ook zoiets hebben van, oh my god, ik heb dat ook. Huda Beauty bijvoorbeeld dekt mooi, maar ik vind hem te dik. MAC is mooi qua kleur, maar ik vind hem net niet voldoende dekken, zeg maar. Die ik al jaren gebruik. En die andere vind ik weer veel te dik. Het dekt too much, dus ik zit altijd te twijfelen. Nou, in ieder geval, om het heel verhaal kort te houden. Ik ben dus naar de Bijenkorf geweest, naar Armani. Want ik wilde weer Armani Limited Silk Foundation halen. Ik gebruik nu sinds kort die Velvet van Chanel. Want iedereen zei, die is ook heel erg fijn. Die is vergelijkbaar met Armani Limited Silk. En ik heb afgelopen 2 jaar bijna alleen maar Armani Limited Silk Foundation gebruikt. Waar ik zo blij mee ben. Maar echt, geloof mij, geen één foundation namens mij. Geloof mij, geen één foundation tipt gewoon aan Limited Silk. Tenminste, op mijn huid. Ieder huid is natuurlijk anders. Maar op mijn huid vind ik Limited Silk Foundation echt het allerbeste. Hij dekt niet heel veel. Hij is gewoon heel zacht. Het is niet zo van, wow, kijk, ze draagt een foundation. Ik hou daar niet van. Dus ik heb vandaag een Limited Silk Foundation gehaald. 1 kleurtje donkerder of wat warmer als dat ik heb. Ik heb vandaag 5.75 gehaald. Ik ben ooit begonnen bij 5. Ik gebruik nu 5.5 en ik heb vandaag 5.75 gekocht. En ze hebben dus van precies dezelfde lijn, hebben ze dus blijkbaar nieuwe concealers. Dus ik heb ook een concealer gekocht in de lichtste kleur die er bestaat. Dat doe ik altijd. Ik vind dat heel erg mooi. Die vrouw zei ook van, nee, dit gaat echt niet mooi worden. Ik zei, jawel, doe het gewoon, want dat doe ik altijd. Dus, ja, ik ben heel erg blij. Oh my god, ik maak dit verhaal zo lang. En ik had vandaag een heel leuk meisje leren kennen bij de Bijenkorf. Ze werkt bij de parfumafdeling en ze was Afghaans. Ik vroeg haar of ze Armeens was. Ze heeft echt prachtig lang haar. En zij zei tegen mij van, ben je Malika? Want waar heet het bij de geurafdeling? Toen zei ik ja. Toen zei ze, oh my god, wat ben je klein in het echt. Ik zei, dat hoor ik altijd. Ze zei, ja, je lijkt op beeld veel groter. Dus ik moest er echt om lachen. En toen had ik daarna nog een meisje gezien. En die zei precies hetzelfde. Ze zei, oh my god, Malika. Ik zo, ja. Zij zei, je bent zo klein in het echt. Ik zeg, ja, dit hoor ik dus altijd. Jongens, ik ben 1,63. Ik ben echt een mini. En mensen denken dat ik 1,75 ben of zo, maar ik ben echt klein. Yo, Steve. Ja, ik ben klaar. Waar ben je? Ja, ik ben zeg maar bij die kruispunt. Wanneer, zeg maar, wanneer wij naar. Wanneer wij rechtdoor moesten. Oh, oké. Dan loop ik even die kant, wacht. Oké, bij die ijsbar. Oké, doei. Doei. Nou, ik heb volgens mij net boete gehad. Ik was net hier achter in de straat bij Vapiano, want Steve en ik hebben Vapiano even afgehaald. Tenminste, hij komt eraan. Ik stond daar geparkeerd en ik wilde die parkeergarage niet in, want ik was bang om die bocht te nemen met deze auto. Want het was zo'n smalle ingang en ik denk, ja, sowieso gaat mijn voorkant eraf als ik zo'n bocht ga nemen. Dus ik stond daar, ik mag daar niet staan. Dus ik wilde gaan keren, maar iedere keer kwam een tram langs. Ik kon niet keren. Nou, hele gedoe. En opeens kijk ik naar achter, zie ik opeens dat handhaving best wel ver achter mij staat. En ik zag ze foto maken. Dus ik denk sowieso dat ik boete heb. En toen ze langs reden, deed ik zo van, sorry. Sorry. Oké, jongens, mijn Vapiano, super lekker. Oh my god, ik heb dit zo erg gemist. Niet normaal. Niet normaal. Maar ja, wat hebben we hier, Steve? Even kijken, dit is pasta met champignons, garnalen, spinazie en een soort van roomsaus erop. Ik heb hier zo erg zin in, niet normaal. Dit is mijn nieuwe camera.
Ik laat hem jullie nog een keer zien. Dit is dus die lens waar ik het over had. Die komt hierop, want deze camera is zonder een lens. Want dit is een body. En ik heb hier een microfoon. Jongens, ik laat jullie in mijn volgende video zien mijn nieuwe concealer voor Armani. Dat beloof ik jullie. Dus hierbij ga ik deze video afsluiten. Thanks voor het kijken. Duimpjes omhoog. En ik zie jullie weer bij mijn volgende video. Bye bye.